Herman Hendricks en Ben van Zuylen. Allebei gefeliciteerd. Jullie zijn zojuist door burgemeester Hans Verheijen onderscheiden met een lintje in de orde van de Oranje Nassau. Herman, als u nou in een paar zinnen wilt samenvatten, waar ligt uw kracht in het vrijwilligerswerk hier in Herne? Om de mensen bij elkaar te brengen. En degene die ik vraag, die zullen nooit nee zeggen omdat ze weten dat ik het ben. Wat maakt u zo bijzonder? Waarom kunnen ze geen nee tegen u zeggen? Nou, meestal gaat het een beetje zo in een toon van... De toon is al bepalend waarop ik het vraag en dan zeggen de mensen bijna nooit nee. Heeft dat wat te maken met het werk wat u doet voor de kerk? Nou, dat staat er los van. Dat ligt eraan in welke hoedanigheid ik het vraag. Maar als het voor de kerk is, dan zijn de mensen altijd bereid om te helpen. En als het voor andere bezigheden zijn, dan zijn de mensen ook bereid om te helpen. Omdat ze weten dat je kunt het niet alleen, je zult het met elkaar moeten doen. Kunt u vertellen wat voor een vrijwilligerswerk u allemaal doet? Want u bent bijzonder actief in dit dorp. Nou, ik ben, zoals u gehoord hebt, 30 jaar vrijwilliger voor de kerk. Ik ben sinds 2000 koster. Ik ben voorzitter van de Akkerbouwstudieclub 2 Stromeland. Ik heb vanaf 1997 tot 2009 in de Raad van Toezicht gezeten van de Suikerbietertelersvereniging uit Veghel. Ik ben voorzitter van de Akkerbouwstudieclub sinds 1997. Ik bied ruimte aan onderdak om mijn carnavalsgroepen te laten bouwen. Ik heb de opslag van de Prinswagen. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Dus terecht heeft u een lintje vandaag gekregen, denk ik. Ja, het is misschien wel terecht, maar je moet hem wel verdienen. Was u verrast? Ik was compleet verrast, want ik stond te trillen op mijn benen en ik had moeite om op het podium op te komen. Fantastisch. We gaan even naar uw collega. Ben, ook gefeliciteerd. Ben, wat is jouw kracht in de samenleving in Bergharen? Nou, mijn kracht ligt denk ik hoofdzakelijk in het zelf voorop gaan in allerlei activiteiten. Zelf het begin maken en dan mensen proberen enthousiast te krijgen om mee te doen. En dat is me eigenlijk al heel wat jaren gelukt. En goed, ik mag me eigenlijk natuurlijk niet op de borst kloppen, maar daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op. En goed, als je dat zover hebt, dan krijg je natuurlijk het verenigingsleven. En het verenigingsleven staat natuurlijk altijd uit vrijwilligers. En ja, daar ben ik natuurlijk eentje van, maar er zijn zoveel vrijwilligers. Maar we proberen met z'n allen, om hier in Bergharen, Herrenleur, een hele mooie gemeenschap, om die samen te houden. En dat is eigenlijk de kracht van ons. En we proberen ook gewoon elke keer opnieuw jongere mensen erbij te betrekken. Want de ouderen die worden dan die vallen dan af. En toch proberen om van onderuit de jongeren erbij te krijgen. En dat houdt de vereniging jong en dat houdt de vereniging scherp. U bent actief voor de Zandduivels onder andere. Hè? Waar komt uw passie vandaan? Nou, die passie die begon al toen wij geboren zijn. Wij woonden in Bergharen aan de Hoekgraaf. En daar was altijd met tweede paasdag het motocross evenement. Wij hebben van kleins af aan zijn we al met de motor besmet. En ja, van lieverlee komen we bij de motor terecht. Ik kan zelf geen motor rijden, maar ik zat wel altijd bij de organisatie. Jarenlang in een soort sportcommissie gezeten. Toen heel wat jaren bij het bestuur van de Zandduivels. Toen officieel bij de motorsportbond MO Nederland. 15 jaar officieel geweest. Dus de roots die lagen bij mij gewoon echt in het begin al. Goed, en ja, goed, helaas zijn we moeten stoppen met de motocross evenement op de berg. Maar goed, we zijn nu weer sinds enkele jaren weer actief. Dus we organiseren elk jaar toch weer een motor evenement. En ja, daar zijn we zeer trots op. En daar zit ik nog bij om alle medewerkers, vrijwilligers die op die dag aanwezig moeten zijn, om die bij elkaar te krijgen. Herman en Ben. Binnen in de feestzaal, hier in de Mijlpaal, zijn allerlei mensen en die zijn eigenlijk nu al feest aan het vieren.
namens de Wiegense Omroep en alle mensen uit Wiegen en haar kerndorpen van harte gefeliciteerd. En veel plezier nu met het feest van de Wurmensoppers. Dank u wel. Ja, ik mag de Wiegense Omroep in ieder geval ook bedanken voor in ieder geval het interview deze keer. Wij zijn allebei erg verrast natuurlijk op zo'n evenement dat we geridderd worden. Maar goed, uiteindelijk is dat wel een bekroning op ons vrijwilligerswerk. En daar mag ik denk iedereen die daar op enige manier, op welke manier ook, een bijgedragen heeft, hartelijk voor bedanken. Dank jullie wel.